Is voor beide nog een filmpje. Oh. Ah, die vlag. Het mooie blauw-wit-rood van Nederland. Het blauw-wit-rood. Wat die NS-stakingen allemaal veroorzaken, hè? Ja, files, god. Ja. En Adje van de PvdA? Ja. Mark, ja, de stikstofdiscussie in de Tweede Kamer is dat, hè? Ja, heel gezellig was dat ook weer. Ja, dit was de hele zomer, was dit. En ik begrijp nu dat dus Remkes, die wordt altijd ingezet... als er iets heel langzaam moet worden opgelost... dan bellen ze Johan Remkes en die rolt nog eens een sigaret. En dan duurt het heel lang. En ik begrijp nu dat 2030 willen ze wel vasthouden... maar ze willen nu dan weer af van die meetwaarde van de stikstof, geloof ik. Dat is het maar welke meetwaarde? Want dat is elke keer de vraag natuurlijk. Ja, we hebben een hele betrouwbare, maar die telt niet. Nee. We moeten altijd kijken naar degene die een beetje uit de dikke duim komt. En inderdaad het beste uitkomt. Dit is, maar goed, dat hebben we in dit programma wel vaker bedacht. De wereld is echt wel aan het veranderen natuurlijk. En het wordt nu eens een keer tijd we gaan het wel eens een keer doen, nu, met z'n allen. Ja, maar is dat ook zo? Want ik bedoel, de doelstellingen waren duidelijk. Ja. Nu wordt er aan alle kanten weer aangetrokken, los van hoe en waar en hoe je het aanpakt. Maar ik zie het niet gebeuren, hoor. Nou ja, maar dat is omdat het toch behoorlijk intimiderend is geweest... wat er de afgelopen zomer is gebeurd. Mm. Dat is gewoon... ik zal niet zeggen dat alle boeren terroristen zijn... maar als je onder een viaduct een hooibal in de fik steekt... Ja. Dan komt het toch akelig dichtbij. Nou ja, sterker nog. Hele stortingen van vuil en troep en hooi. Asbest, mest ook. En asbest. Ja, kijk, wat wel zo is met die boer... waar ik me wel aan moest denken is dat je dus gierst... of wat is het? Mest, stront, gier. Gaat spuiten. Zo, gier. Gerst, ja. Graan, gier, stront. Ik vind wel, als je gier gaat spuiten vanuit de machine... dat is wel een heel cool wapen. Toch? Nee, maar ik ben nu... Ik heb een zoontje van 5, weet je wel. En dan zie je toch met superhelden. En dan gaan we even vechten. En ik heb superpower, ik kan vuur spuwen. En als jij gewoon stront kan spuiten... dat zou ik altijd inzetten als ik zou kunnen, toch? Dat is toch wel heel knap. Hè? Ik bedoel, mijn auto is ooit ingesmeerd met boter. Helemaal. Ja. Hele rare actie. Wat? Waarom? Waarom? De boeren weer natuurlijk. Nee, ik heb ooit een hele vieze chatgesprek gehad met een Zeeuws meisje. Nee, ik weet niet. Maar hashtag niet toe. Nee, maar mijn auto is ooit ingesmeerd met boter. Dat is een traditie in Haarlem en die buurt en zo. Oh ja, maar dus kunnen we even. Waarom gaan we hier zo snel overheen? Wat? Ja, dit is, hoe heet dat? Lui dinges in maart. Luilak. Luilak. Dan ga je. Dat is toch niet heel vroeg wakker wordt. Ja, dan gaan ze aanbellen, smeren ze je auto met boter, flikkeren ze de eieren op... staat het in de zon te bakken, word jij om 12 uur wakker... heb je een pannenkoek op je voorraad. Harm, wat dit klinkt echt voor leven teleur, heb dat. Jij? Ja, nou, zo'n leven. Nou, ja. Bij mij was het niet met pannenkoekenbeslag en het was gewoon boter. Maar waarom? Is er een reden voor? Ik denk dat iemand boos op mij was of zo en dat mag, weet je wel. En, oh, maar... jij was de enige... Het was niet dat de dealer zei... bij een APK... Boter. We hebben hem met boter in. Ja. Met boter en suiker, hè? Je bracht het zo rustig. En we hebben de winterbanden verbrand. Nee, dat niet. Nee, het was gewoon... Mijn auto stond op een plek. En daar kwam ik 's ochtends aan. En daar was allemaal boter op mijn auto. En wat ik maar wil aangeven is... dat is een enorm gedoe om dat er weer af te krijgen. Want je denkt, ik moet gaan wassen... met warm water, maar moet juist met koud water of andersom. Maar in ieder geval, ik deed het helemaal verkeerd. Hij is nog steeds niet schoon. maar wat ik maar wil aangeven is dat als je echt stront kan spuiten... dat zou nog cooler zijn. Het zit je hoog, hè, dat stront. Ja, ik vind het wel cool. Nee, maar is het niet ook een beetje, die boer, hoe kijk jij er naar, Splinter... dat we hebben een heel groot probleem gemaakt als samenleving. Ja. En die banken doen mee, iedereen doet mee. En dan hebben we het helemaal uit de hand laten lopen. En dan gaan we het met één klein oplossingje, de helft eraf, zakje geld erbij... en dan is het opgelost. Maar is het dan opgelost? Nou, er is echt heel veel geld over gereserveerd. Er is geen enkele sector die zoveel prestatiegeld krijgt. Dat is echt heel goed geregeld. Ja, in ieder geval, ik bedoel, ik zou het leuk vinden als ik zo'n zak geld kreeg. Ik begrijp natuurlijk voor die mensen dat het verschrikkelijk is dat ze sommige dingen gaan stoppen. Maar daar ontkom je niet aan. Ik vind het, kijk, van Wopke Hoekstra, die dan natuurlijk uit zijn partij is bijna weg. Maar dan Christiane van der Wal, die probeert dan eindelijk een keer beleid te maken. We blijven even bij mijn vraag. Nou wat is je vraag ook weer? Ja, nou, gaan we het zo oplossen? Nee, want het probleem is natuurlijk, iedereen laat zich enorm intimideren. Dat vind ik dus heel erg irritant. Ik vind het dus heel vervelend dat wij een overheid hebben die...
die niet gewoon... Weet je, als ik vroeger op school zat en ik luisterde niet... dan werd ik naar de gang gestuurd. En ik stond echt vaak op de gang. En dan, op een gegeven moment had ik ook een leerachterstand, maar dat even daar gelaten. Maar op een gegeven moment mocht ik terugkomen. Je merkt het als ik, een je merkt het een beetje, want ik ga ook even van de vraag weg. Maar dat je dus op een gegeven moment kon je binnenkomen... en dan was je iets rustiger. Ja. En ik vind het wel, als je als overheid op een gegeven moment... je hebt natuurlijk heel lang zitten aanklooien... Nu moet je duidelijkheid geven en dan moet je ook beleid maken, perspectief bieden. En er is geld. En daarmee aan de slag gaan, want er is klimaatverandering, om maar even dat woord enorm te laten vallen. Ja. Mijn generatie vindt het erg prettig als er wat aan gedaan wordt. Ja. En daar hoort dit bij. En het is voor niemand leuk, voor die boeren niet. Alleen ja, ik vind het wel krankzinnig dat als ik zonder lichtfietsen op straat krijg ik een boete. En als iemand anders asbest pleurt op de snelweg, ja, dan wordt er een beetje omheen gebabbeld. Maar is het niet het punt dat we als Nederland gewoon veel beter een groot plaatje moeten krijgen van wat voor land we nou willen maken? Jawel, maar een visie. Ja, maar dat is hetzelfde. We hebben de langzittende leider van Nederland ooit die nog nooit heeft geleid. En misschien wordt dat wel het thema dit seizoen. We hebben het wel eens eerder over gehad. Ja, maar het is wat ik ongelooflijk vind. We hebben asielcrisis, energiecrisis, boerencrisis. Inflatie. En wat Rutte altijd doet, en ik begrijp niet dat mensen daar niet... Hij gaat, als het probleem is hij weg. Waarom? Hij wil nooit het gezicht worden van het probleem. Was bij de coronapersconferenties ook. Mensen hou vol, vaderlijk, en voor de slechte cijfers, over naar Hugo de Jonge. Constant, meen ik echt, constant iemand tussen het probleem plaatsen. Ja. Pas als het bijna is opgelost, dan komt hij naar voren. Jongens, ik ben er weer, de premier, we zijn lekker bezig. Het enige moment dat wij hem deze zomer hebben gezien, denk daar eens over na, was dat hij in de rij stond bij Schiphol. Als een zo normale burger. Voor de rest geen enkel moment... Maar dat is ook onze schuld als volk, hè? Want wij stemmen elke keer. Wij hebben veel liever iemand van wie we weten... oh, hij voelt zich niet beter dan wij. Hij is één van ons. Dan iemand die zegt, ik sta boven jullie en ik ga jullie leiden. Een visie. Maar noem het dan geen premier, want premier is... Noem het dan derrière. Dan wordt dat de functiebeschrijving. De derrière. Ja. Nederland was deze zomer in de ban van de boerenprotesten. Terwijl Johan Remkes gesprekken voert met alle betrokken partijen, laten veel boeren en burgers hun onvrede blijken over de stikstofaanpak van het kabinet. De Tweede Kamer kwam vorige week eerder terug van reces vanwege de uitspraken van Wopke Hoekstra. Hij zei in het AD dat de kabinetsdoelen om in 2030 50% minder stikstof uit te stoten voor het CDA niet heilig zijn. In het debat gaf hij aan dat hij zowel achter het interview als achter het regeerakkoord staat, hoewel hij toegaf dat dat schuurt. Het AD-interview heeft Wopke Hoekstra ook wat moois opgeleverd. Hij speelt volgend jaar de rol van Judas in The Passion. Sigrid Kaag was niet bij het stikstofdebat aanwezig omdat ze onwel was geworden. Lange tijd was ook onzeker of Wopke Hoekstra aanwezig kon zijn, maar hij herstelde gelukkig net op tijd van de verwijdering van zijn ruggengraat. Wat weinig mensen weten, als Dit Was Het Nieuws niet op tv is, gaat het nieuws gewoon door. We hebben dus weer het nodige gemist, maar we praten u bij in de bonusronde. Ook Dit Was Het Nieuws. Jullie zien koppen met weggelaten woorden van het nieuws van de laatste maanden. Handen bij de knoppen. Hier komt de eerste. Indiaanse vrouw krijgt op begrafenis trap na van... Ja, hier moeten we het even over hebben. Zo. Toch? Ja. Peter Gillis. Dus, En wat heeft die Indiaanse vrouw ermee te maken? Geen idee, maar ik heb het toch gezegd. Laten we maar kijken. Indiaanse vrouw krijgt op begrafenis trap na van olifant. Ja. Een vrouw van 70 werd in India vertrapt door een olifant toen ze water ging halen bij een put. Ze overleed in het ziekenhuis. Toen haar familie haar diezelfde dag wilde cremeren, kwam de olifant langs, sleepte haar lijk van de brandstapel en slingerde het rond. Ter verdediging, de vrouw schijnt bij de waterput de hele tijd goede mochel tegen de olifant te hebben. Terwijl het middag was. We hebben er nog één. Wie of wat schoffeert in België? Wegenbouwer. Eén Belg in de zaal die de grap snapt. Peter neemt altijd zijn fanclub mee. En ze zijn er weer alle twee, hè? Zullen we maar kijken? Die gratie van Masmeijer schoffeert België. Frank. Ja. Aan Frank Masmeijer werd in juni gratie verleend, waardoor de oud-presentator en minder oud-drugscourier op vrije voeten kwam. Er werd alom verontwaardigd op gereageerd, zeker in België, het land waar hij veroordeeld werd voor drugssmokkel en jarenlang vastzat. Sommige mensen spreken hier van klassejustitie, maar hey, als blijkt dat voor net niet bejaarde presentatoren van iets wat belegen tv-spelletjes andere maatstaven gelden dan voor het gewone plebs, dan kan ik alleen maar zeggen, klassejustitie. We hebben er nog één.
slang krijgt wat van uitvinder? Nou ja. Heel zacht kusje. Mooi. Oh, ja. Stofzuigerzak. Ja. 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 Scherp. Ja, wel. Ja, was het maar zo'n feest. Laten we gaan kijken. Slang krijgt robotbenen van uitvinder. Een uitvinder in Californië heeft een slang benen gegeven. Kijk maar. Oh my god. This snake is like totally comfortable. Hey. Hey, you like having these legs? Oh mijn god, wat is dit echt? Ja, ik zelf vind het heel goed nieuws dat de wetenschap hiermee bezig is. Want dat betekent dat de kennelijk kanker al genezen hebben. Het klimaatprobleem opgelost is en alle ruzies binnen de familie Hazes zijn bijgelegd. Komt er nog één? Emma is klaar met mannen en gaat nu met wat trouwen? Peter Gillis. Met een Peter Gillis. Die man was alleen maar in het nieuws. Nee, laat maar kijken. Emma die is klaar met mannen en gaat nu met een boom trouwen. De Britse Emma McCabe is helemaal hoot op de botanicus van Tim, haar boom. Kennelijk valt ze op zwijgzame types. Volgens Emma is vooral de seks geweldig. Contact met haar huid, met de schors en bladeren brengt haar altijd weer tot een hoogtepunt. Ja, kennelijk heb ik dat ene nummer van de Benga Boys altijd verkeerd begrepen. Boom, 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 boom. Wordt er nog een kortste wat ooit gemaakt? Lach. Nee, kortste dag ooit gemeten. 29 juni. Ah ja, het was een vergissing gemaakt. 29 juni was de kortste dag ooit gemeten. De aarde draaide 1,59 milliseconden minder dan de gebruikelijke 24 uur om haar as. Ja, wetenschappers hebben er nog geen sluitende theorie voor, maar het zou te maken kunnen hebben met de smeltende poolkappen. Misschien niet verwonderlijk dat met alles wat we de aardbol aandoen, die planeet zelf ook zoiets heeft van: oké, we gaan afronden. Wetenschappers weten wel te melden dat het over een kleine 4 maanden weer tijd is voor de langste dag ooit. Kerstavond met de schoonfamilie. We hebben er nog één. Franse wetenschapper biedt excuses aan voor het presenteren van Bas Smit. Ik ken maar een paar mensen, anders was deze lach echt harder geweest. Nee, Franse wetenschapper biedt excuses aan voor het presenteren van Gorizo als ster. Ah ja, ja. De Franse wetenschapper Etienne Klein kwam in de problemen door het tweeten van een zogenaamde close-up van de ster Proxima Centauri, gemaakt door de nieuwe James Webb-telescoop. In werkelijkheid was het een plak Gorizo. Ja. Ja, maar het is ik zeg, je kunt erom lachen om die vergissing, maar ik was in Frankrijk deze zomer. En ik durf wel te zeggen dat er een avond is geweest dat ik behoorlijk wat gedronken had. Mm. Maar dat je dan toch nog probeert de boel een beetje op te ruimen in de keuken. En toen heb ik een vallende gorizo gezien. Wel fijn dat je hem klein bracht. Ja. Klein moest wel door het sterrenstof voor de grap, die door veel mensen serieus werd genomen. De laatste keer dat iemand zoveel spijt moest betuigen voor een foto van een worst, was Mark Overmars. Hallo kindertjes van het internet. Heb je gelachen om deze video? Word dan lid of abonneer je. Of hoe jullie lijk bleken aan het scherm geplakte generatie dat ook noemt. Thank you very muchos.